Kamermeerderheid vindt dat asielzoekers, als ze een zedenmisdrijf hebben gepleegd, hoe dan ook het land uit moeten als ze worden veroordeeld, ongeacht de straf. Wat vindt u daarvan? Ik vind dat mensen die zich hier komen voor veiligheid en zich misdragen en niet bij onze normen en waarden passen, die moeten bestraft worden. Sowieso de straf die je sowieso al hoort te krijgen. En dan moet het ook, als het ernstig is, gevolgen hebben voor je verblijfsrecht. En moet je ook kunnen zeggen, nou, wat je hebt gedaan past zo niet bij Nederland. Je krijgt geen asiel. Nou, ik heb de wet aangescherpt wat ik snel kon doen, dat je met een lichtere straf dan voorheen al het asielrecht kunt intrekken. Ik heb ook tegen de Kamer gezegd, ik vind ook dat als iemand niet hoeft te brommen, maar wel een straf heeft gekregen voorwaardelijk, dat je dan ook je asielrecht moet kunnen intrekken. Dus ik ben het met de Kamer eens dat we scherper kunnen zijn dan nu. Wat verwacht u daarvan? Is dat haalbaar om bij zedendelicten iemand direct uit te zetten? Ik verwacht dat de rechter daar altijd een rol in heeft die een straf op moet leggen. En dat als de rechter ook heeft aangegeven met zijn straf dat het een serieuze aangelegenheid is, dat je dan goed kunt volhouden dat het ook moet leiden tot het niet verlenen van asiel. En waar je dan precies de grens legt, dat zullen we met de Kamer bespreken. Maar ik vind wel, ik heb hem al aangescherpt en ik heb ook al gezegd eerder, ik vind dat hij nog wat scherper kan. En daar gaan we dus ook mee door.